Op een dag werd alles anders. We waren al een hele tijd bezig met de geschiedenis bezig over de ruïne van Teilingen. Dat Jacoba van Beieren daar had geleefd en ook is dood gegaan. We vinden het allemaal heel erg interessant. De juf heeft gezegd dat we daar ook nog naartoe gaan dit jaar. We mogen daar gaan graven rond de ruïne met een echte archeoloog. Maar toen op een dag gebeurde er iets heel vreemds in de klas. De juf had een filmpje laten zien op het digibord toen er een telefoon voor haar was. Wilma, telefoon voor je, in het kamertje. Voor mij? Ja. Oh, kom, ik kom. Ja, er is telefoon. Ik ga even snel naar de telefoon. Jullie werken gewoon door, hè? Oké, okay? Kom er zo weer aan. Jullie zijn bezig met mijn leven. Alreeds ben ik alreeds lang overleden. Ik heb nog één grote wens. In mijn levensjaren was ik dol op juwelen. Ik heb er dan ook heel wat verzameld. Graag had ik deze juwelen aan mijn kinderen willen geven. Maar mijn huwelijken zijn altoos kinderloos gebleven. Ik vond een goed verstopplek rondom mijn huis Teilingen. Aan het eind van de dag draafde ik met mijn paard over de velden. Ginds, waar heden jullie school staat, heb ik een kistje met daarin mijn juwelen begraven. Ik heb zij nimmer meer kunnen opgraven. Willen jullie mij helpen mijn juwelen te vinden? Het zijt belangrijk dat je jullie leerkrachten niets vertelt hierover. Zij zullen jullie immers niet geloven. Ik vind dit eng. Ik ook, we moeten de juf halen. Ik kon het niet lezen, wat stond er nou? Het leek wel de taal van vroeger. Stil, er komt de juf. Net doen of we aan het werk zijn. Prima. Vanmiddag na schooltijd achter het lokaal van Juventi. Iedereen was er. We vonden het zo spannend en riepen allemaal door elkaar. Eigenlijk mogen we daar helemaal niet komen. Dus we spraken met elkaar af dat we niet zoveel lawaai mochten maken. We moeten niet zoveel lawaai maken. Straks moeten we hier zo straks weg. We mogen hier toch helemaal niet komen? Ja, we kunnen beter een plan maken. Moeten we niet scheppen meenemen van thuis? Ja, en emmers en oude kleren. Of een metaaldetector. Ik heb een oom die er eentje heeft. We weten niet eens waar we moeten graven. Moeten we niet een kaart hebben of zo? Die kaart die we op het digibord zagen. Op die kaart kon we precies zien waar onze school lag volgens mij. Mijn vader heeft oude boeken van voorhoud. Ik ga vragen of die mee naar school mag nemen. We kunnen ook naar de gemeente gaan. Of naar de ruïne van Teilingen. Morgen spreken we hier weer af. Goed? Ja! Ik mag de boeken van mijn vader niet meenemen. Hij denkt dat ze kapot gaan. De metaaldetector van mijn oom die is ook kapot. Misschien kan ik er even van mijn zakgeld kopen.
Hebben jullie een schep? Ik neem er vanmiddag namelijk eentje mee. Ik ook. Weer kwamen we allemaal weer bij elkaar. De meeste kinderen hadden een schep bij zich. Sommigen waren ook al aan het graven. Al gauw bedacht iemand dat er geen zin had om overal op goed geluk te gaan graven naar de juwelen. Er moest een plan gemaakt worden. Het viel niet mee om een goed plan te verzinnen. Misschien zouden we aan de kaart kunnen komen, maar als dat niet zou lukken, hoe langer we erover nadachten, hoe moeilijker het leek te worden om ooit een kistje te zullen vinden. Totdat op woensdagochtend we door de ramen een extra tafeltje in de klas zagen staan. Een leeg tafeltje. En dat betekent dat we vandaag een nieuw kind krijgen. Hij heet Frank van Selborel. En ik moet jullie wel wat vertellen. Het is een beetje een verlegen jongen. Hij zegt niet zoveel. Misschien moeten jullie allemaal proberen om vriendelijk tegen hem te zijn, zodat hij zo snel mogelijk op zijn gemak is. Ja, daar komt hij. Ah, Frank, daar ben je, jongen. Kom. Kom bij ons. Jongens, dit is hem. Dit is Frank. En Frank, ja. Weet je, dat is eigenlijk een hele bijzondere jongen, want jij hebt een hele bijzondere familie, hè? Jij komt namelijk uit een familie van heel lang geleden, familie van Jacoba van Beieren. Toch? Vertel er maar wat over. Dat willen jullie toch graag horen? Want jouw achteroom, dat is Frank van Borselen geweest. Klopt dat? Ik denk dat je het toch een beetje spannend vindt, hè? Nou, weet je wat? Kijk, daar is de tafel. Mag je daar gaan zitten en als je er wat gewend bent, misschien wil je het dan vertellen. Oké? We vonden het zo spannend. Zou Frank, die nieuwe jongen, ons misschien aan de oude kaart kunnen helpen? Hij was tenslotte familie. Wist hij er meer van? 'S Middags kwamen we weer op de afgesproken plek bij elkaar. Eén van ons vond dat ze het aan Frank moesten vragen. Frank stond al een hele tijd vanaf de paal naar ons te kijken. Silke durfde het wel te vragen en liep naar Frank toe. We zagen hen samen praten. Nou ja, praten. Toch hadden ze elkaar begrepen, want toen Silke terugkwam, zei ze dat Frank morgen de kaart zou meenemen. Jongens, wat hebben jullie daar nou voor oude kaart? Nee. Ja, maar het lijkt echt een hele oude kaart. Is die van jou, Frank? Erg interessant, maar we gaan nu lezen. Dus als je hem even op mijn bureau wilt leggen, dan kunnen we in de pauze misschien even ernaar kijken. Of misschien wil je er wat over vertellen. Leuk. We zijn een eind gekomen aan deze dag. Ik vind dat jullie heel goed gewerkt hebben. Prima. We gaan zo nog even ook joggie joggie doen. Jel. En daarna mag je naar huis. Vergeet je stoel niet op je tafel te zetten. Obi joggie joggie. Ai ai ai. Obi joggie joggie. Ai ai ai. Obi. Ai. Obi. Ai. Obi joggie joggie. Ai ai ai. Tot morgen. Thank you.
zaten met de kaart van Voorhout en de oude kaart van Frank. Eigenlijk zagen we alleen maar een kruisje. Wat was nu precies de plek waar we heen moesten graven? Daar ligt vol. Nee, nu moet je zo. Ja, maar hier ligt daar binnen. Ja, hier ligt binnen van thuis. Oké jongens, ik ga Frank vragen waar we moeten graven, want dit schiet niet op. Loop je mee? Ja. Waar moeten we graven, Frank? Wanneer de maan niet vol is en niemand kan je zien, gaan we graven bij het water. Maar neem eerst maar een stap of 10. Vanaf het hek waarvan geen sleutel is, doe je 20 stappen naar links, daarna 5 stappen naar voren. Maar wees stil, niemand mag je horen. Zet heel je spaten in het klei, nog even en je bent erbij. Dus we moeten wachten tot het donker is. Maar het is pas om 10:30 donker. Ik lig al 9 uur in bed. Dit vind ik maar nog echt niet goed hoor. Je gaat aangekleed in je bed liggen. En om 10:30 sluip je je huis uit. En vergeet niet om je sleutel mee te nemen. Ik weet niet of ik dat durf hoor. Ik wel hoor. Mijn ouders kijken altijd elke avond tv. Kan ik niet bij jou logeren? Ik vraag het wel. We hadden heel wat te regelen. Zaklampen, scheppen, de kaart. Zou het iedereen wel lukken om erbij te zijn? Voor. Ik ga de stappen zetten. Ik heb het hier. Wanneer de maan niet vol is en niemand kan je zien, ga dan graven bij het water. Maar neem eerst maar een stap of 10. Vanaf het hek waarvan geen sleutel, doe je 20 stappen naar links. Daarna 5 stappen naar voren, maar wees stil, niemand mag je horen. Zet heden je spade in de klei, nog even en je bent erbij. We moeten zoeken naar een hek waar geen sleutel van is. We moeten op ons speelplaats zijn, daar is een hek dat altijd op slot zit. Moeten we met de rug er tegenaan gaan en over de speelplaats heen? Of moeten we over het hek naar links? Eerst een stap of 10. Jongens, hier moeten we graven. Ik help wel. Wat zou het zijn? De volgende dag vertelden we alles aan de juf. Ze vond het heel knap van ons. Samen met haar hebben we de sieraden naar de ruïne gebracht. Daar worden ze tentoongesteld in het nieuwe museum. Vanochtend kreeg ik het Leidse Dagblad in de bus en er staat een heel bijzonder bericht in. Maar ik denk dat jullie daar wel wat van af weten. Fenna, wil jij het voorlezen vanaf het digibord? Bij basisschool De Achtbaan aan de Distelweg in Voorhout hebben kinderen van groep 6 gisteren een opmerkelijke en waardevolle vondst gedaan. Tijdens het spelen in de bosjes rond de school stuitten ze op een oud kistje. Dit kistje bleek prachtige juwelen te bevatten. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de juwelen het eigendom waren van Jacoba van Beieren. Hoe de juwelen bij de school terecht zijn gekomen is onduidelijk. Het vermoeden bestaat dat Jacoba de schat daar zelf verstopt heeft. De juwelen zijn overgedragen aan de burgemeester van Teylingen en zullen tentoongesteld worden in het nieuw en terechte Museum van Teylingen.